Goeiedag. We bevinden ons midden in een zeer onstuimige periode wat weer betreft. Afgelopen nacht hadden we met storm Dudley te maken. En nu is er eventjes geen storm, maar we kunnen ons alweer gaan opmaken voor die tweede storm. En die gaat ons land morgen in de loop van de dag parten spelen. Vandaag dus tussen twee stormen in. En het weerbeeld bestaat daarbij uit een mix van zon en stapelwolken. Dat levert van die mooie wolkenluchten op. Maar die stapelwolken kunnen vooral in het binnenland ook uitgroeien tot een paar stevige buien met kans op hagel en zware windstoten. Zo even kijken naar het weer van dit moment. Dan zien we op de weerkaart helemaal in de hoek storm Dudley nog liggen. En het windveld daarbij ligt aan het begin van de middag nog wel boven ons land. Maar dat gaat geleidelijk met die storm mee wegtrekken. Komen we dus in wat rustiger vaarwater terecht. Vanavond en vannacht ligt een rug van hoge druk boven ons land. Tijdelijk dus wat minder wind. Maar vanuit het zuidwesten zien we dan die tweede stormdepressie over de Noordzee trekken. En vooral het windveld ten zuiden daarvan gaat morgenmiddag en morgenavond bij ons echt voor een zeer onstuimig weertype zorgen. Nou, hoeveel wind en wat voor windstoten kunnen we dan precies daarbij verwachten? Nou, vanmiddag hebben we dus eerst nog met de restanten van storm Dudley te maken. Komen er zware of zeer zware windstoten nog voor, maar geleidelijk wordt dat allemaal wat minder als die storm wegtrekt. Nou, vanavond en vannacht komen er eigenlijk geen windstoten meer voor. Hebben we dus met die rug van hoge druk te maken. Maar vrijdag gaat in de loop van de dag de wind weer aantrekken. En vooral in de avonduren krijgt het noordwesten van het land echt met zeer onstuimig weer te maken. Zeer zware windstoten, die paarse kleuren, meer dan 130 kilometer per uur. En ten noorden van de Waddeneilanden worden zelfs uitschieters van meer dan 140 kilometer verwacht door een aantal weermodellen. En in deze gebieden komt het misschien ook wel tot een zware of een zeer zware storm. En ook langs de westkust nog een tijd een storm. Windkracht 9 en ook dieper landinwaarts zware tot zeer zware windstoten. Dus echt een ronduit onstuimig weertype. Nou, later op de vrijdag en tijdens de nacht naar zaterdag gaat het geleidelijk wel iets minder hard waaien. Maar we zien die windstoten nog wel lange tijd aanhouden. En vooral in het noorden van het land is het ook zaterdagochtend nog onstuimig. Eerst nog eventjes terug naar vanmiddag. Dan zitten we dus tussen die twee stormen in. In het noorden eerst nog een tijd een stormachtige wind, windkracht 8. Maar dat gaat geleidelijk wat afnemen. En vooral in het binnenland, in het oosten en zuidoosten, kunnen dus wat buien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Nou, koud is het daarbij zeker niet. De temperatuur komt vanmiddag tussen 8 en 11 graden uit. Vannacht hebben we dan met die rug van hoge druk te maken. Gaat die wind tijdelijk even wat liggen. En vooral in het noorden van het land zijn dan eerst nog wat opklaringen mogelijk. Koelt het af naar een graad of 3. Maar in de loop van de nacht gaat vanuit het zuiden de bewolking toenemen. En dan koelt het daar al een stuk minder af. In het zuiden temperaturen zo tussen 5 en 7 graden. En laat in de nacht gaat het dan ook regenen vanuit het zuidwesten. En die regenzone hoort dus bij die tweede storm die gaat overtrekken. Vooral morgenochtend regenachtig, lange tijd, maar dat trekt geleidelijk weg naar het noordoosten. En daarachter wordt het droog met flinke opklaringen. Maar wat dan vooral een rol gaat spelen is dus die wind die aantrekt. Boven land een harde wind, windkracht 7. En in de kustgebieden, zoals we net al zagen, een tijd storm, windkracht 9. En later op de dag, dus vooral in het noordwesten, kans op die zware of zeer zware storm. En daar hebben we het over windkracht 10 en misschien zelfs wel windkracht 11. Nou, daarbij is het wel erg zacht. Temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 13 graden in het zuidoosten. Voorlopig dus erg onstuimig en vooral vrijdag later op de dag dus kans op een zware of een zeer zware storm. Hoeveel schade kan een zeer zware storm aanrichten? In onze nieuwste video brengen wij het weer voor jou tot leven.